Hallo, Mrs. Lee, how are you? Bezichtigingen op duizenden kilometers afstand. Deze Britse makelaar is eraan gewend. There is heating in the bathroom. It has underfloor heating. Hij krijgt tientallen opdrachten van families uit Hongkong die een woning zoeken. Obviously, politically, a lot of people think now is the time to run. They look at what's going on in Hong Kong. They think now they want to actually move and live in London. Maar sommige Hongkongers zijn al in Engeland. William en Eddie gaan ter plekke op huizenjacht. Samen met hun dochtertje Haley wonen ze nu tijdelijk in dit appartementje in de buurt van Liverpool. I don't want my daughter to be brainwashed. I want her to know what is right, what is wrong. No, nobody would love to stay in a police state, right? Werk, familie en vrienden, alles lieten ze achter. Maar ze hebben vooral medelijden met andere inwoners van Hongkong die deze vrijheidsvlucht niet kunnen maken. I just thought of those youngsters that could not leave Hong Kong. So this is quite sad for me. Yeah, every time I think of this, I can't help. Sorry. 3 miljoen oudere Hongkongers, zoals zij, hebben wel recht op verblijfspapieren. Dat komt omdat zij al geboren waren toen Hongkong nog een Britse kolonie was. Dit is Amerika. Als moderne ontdekkingsreizigers houdt het gezin met vlogs nieuwsgierige Hongkongers op de hoogte. Ze laten zien wat de Britten eten, welke winkels goed zijn en welke buurten slecht zijn. Ze hebben duizenden volgers, vele vragen tips voor hun eigen verhuizing. No, it's not non-scratchable. Nog een teken dat Britse makelaars aan de bak kunnen. Want naar schatting zullen honderdduizenden Hongkongers een Brits en vrij uitzicht willen.